Wij hebben geschmied. We hebben taarten gebakken. Ouders hebben taarten gebakken. We hebben kerststukjes gemaakt. Pronova heeft op onze kerstmarkt gestaan. We hebben oliebollen gebakken. We hebben gesjoeld. We hebben het rad van de tuin gehaald. We op de foto met de kerstman. Daar heb ik dadelijk nog een mooie verrassing voor je. Keekjes gemaakt, heel goed. Nou, al met al jongens, hebben wij voor de speelgoedbank het volgende bedrag. Nou. €1,02. Wij willen alle kindjes en alle papa's en mama's en alle meisjes en juffen heel erg bedanken. Want ik weet dat jullie allemaal heel hard hebben gewerkt hiervoor. En wij kunnen hier hele mooie dingen doen voor de kindjes. Waarvan de papa's en mama's geen zin is helemaal om het voor hun te doen. Dus jullie allemaal hartstikke bedankt dat jullie dit voor andere kindjes hebben gedaan. Ik ben heel trots op jullie. Ik mag Suzanne zeggen. Suzanne, het was vandaag een bijzondere dag voor jullie. Ja, het was zeker een bijzondere dag van ons. We hebben deze week op dinsdagavond kerstviering gehad. We hebben een kerstmarkt georganiseerd met het goede doel, de speelgoedbank die in oprichting is hier in Winterswijk. En we hebben voor die speelgoedbank €1,102 op kunnen halen. Hoe mooi is dat? Wij doen jaarlijks, vieren wij kerst met kinderen en dat doen we elk jaar met iets anders. De ene keer hebben we een goed doel, de andere keer doen we een musical met de kinderen. Dan het volgende jaar spelen we zelf een musical en zo doen we elk jaar het andere en elk jaar wat anders. En als we dus de kerstmarkt doen, dan hebben we altijd het goede doel. En dit keer was het goede doel, de speelgoedbank. Een paar jaar geleden hebben we het goede doel gesteund, de Serious Request, toen die in Enschede waren. We hebben al eens het goede doel, het Vergeten Kind, gesteund. En ook Stichting Nina hier in Winterswijk hebben we gesteund. Kinderen zijn meteen enthousiast. Kinderen willen meteen wat voor andere kinderen en andere mensen betekenen. Dat is eigenlijk, meteen zijn ze enthousiast en open daarin. Dit keer vooral gekozen voor een lokaal initiatief. Namens de kinderen van de Korenburg, namens de medewerkers van de Korenburg, wensen wij iedereen een heel goed, gelukkig en gezond 2018.